Het was wisselvallig weer in Rotterdam tijdens de Nederlandse atletiekkampioenschap. Op de 80 meter hurden dames wist Lia Hinten het 15 jaar oude record van Fanny Blankers-Koen van 11 seconden te evenaren. De prestatie van Lia kon echter door de jury niet erkend worden omdat zij de wind in de rug had gehad. Toos Moeter, die op 3 seconden tweede werd, wist Lia's tijd niettemin naar waarde te schatten. Bij de 100 meter hardlopen heren had de jonge Frans Luitjes in alle opzichten de wind mee. Hij greep in 10/14 seconde zijn tweede kampioenschap op dit nummer in 2 maanden. Want in juli had hij reeds de eerste plaats bij de junioren veroverd. In enkele seconden was Luitjes nu van junior senior geworden. Ellen Ort liep bij het verspringen recordhoudster Corrie Bakker achter zich met een sprong van 6,9 meter. Ook het nummer 100 meter hardlopen bracht Ellen op haar naam. Een bewonderenswaardige prestatie leverde Sergej Wijssen, recordhouder polsstok hoogspringen, door ondanks een beenblessure nog 3,90 meter te halen, waarmee hij zijn rivalen overtroefde. Bij de 800 meter dames nam Jannie van Eyck al na enkele meters de leiding, direct gevolgd door Gerda Kraan, op wie alle ogen waren gericht, omdat zij op dit nummer een klasse apart vormt. Na de eerste ronde had Gerda de leiding dan ook overgenomen. Op 600 meter bleek ze nog over voldoende reserves te beschikken om tegen de felle wind in het tempo op te voeren en zich van Jannie van Eyck vrij te maken. Een overmoedige toeschouwer wilde Gerda's techniek wel eens van dichtbij bekijken, maar hij werd door een stevige hand weer op zijn plaats gezet. In een prachtige eindsprint ging onze Europese kampioene tenslotte als eerste over de streep na 2 minuten 10/2 seconde. En Jannie van Eyck nam haar verlies sportief op. Gerda was zo gelukkig dat ze zelfs onze cameraman niet vergat. De 110 meter hurden was als van ouds het alleenrecht van tienkamper Eef Kamerbeek, die in 14/13 seconde ver voor zijn rivalen over de eindstreep ging. Kamerbeek was overigens een van de weinige ouderen die zich kon handhaven tegen de jeugd, die dit jaar danig kwam opzetten.